Sander, wat een klap gisteren. De nederlaag tegen België en de gouden droom is in duigen. Ja, die komt heel hard aan, denk ik. Ja, zegt dat al. We hadden dat heel anders voorgesteld. Dus ja, dat was zowel gisteren na de wedstrijd als vanochtend nog wel een flinke kater voelbaar in de groep. Ja. Ja, veel teleurstelling ook op het veld. Bij een aantal jongens wat tranen. Hoe ging het in de kleedkamer achteraf? Het eerste gevoel wat eerste was ongeloof. Hoe het zo hebben kunnen laten lopen. Uit de briefing is onder andere gekomen dat we te weinig respect hebben gehad voor onszelf. En van dit moment gebruik hebben gemaakt. En ja, dat is misschien nog wel het meest kwalijke. De staf had ons uitstekend voorbereid. Tactisch klopt het in die zin. Alleen de uitvoering en de scherpte daarin liet te wensen over. En vandaar is ook te weinig respect voor onszelf om dat met beide handen aan te grijpen. Te weinig respect voor julliezelf. Daar vertaal ik een beetje van. De ploeg druipt soms over van kwaliteit. Maar mist dan op dat moment dan de vechtersmentaliteit? Nou, weet ik niet. Vind ik moeilijk te zeggen. En daar is nu ook te vroeg om dat soort conclusies over in te verbinden. Dus dat is iets voor later. Nu is het de knop om. Dat hebben we achter ons gelaten. En morgen valt er nog zeker wat te winnen. En bronzen medaille. En dat wordt vechten, knokken. En maakt niet uit hoe. Maar we moeten het zelf afdwingen morgen. Ja, hoe hebben jullie vandaag te proberen die knop om te zetten? Hè? De knop van teleurstelling, van het mislopen van het goud. Naar toch wel die volharding zien te vinden om het bronstand te winnen. Ja, hoe hebben jullie dat vandaag gedaan? Eigenlijk een rustdag zoals alle andere dagen. We hebben het dan vanochtend gezamenlijk afgesloten. En vanuit daar moest gelijk de blik op morgen. Zoals ik zei, in het moment blijven hangen heeft geen zin. Daarnaast hebben we gewoon ons herstel gedaan zoals altijd. En zullen we ons vanavond optimaal gaan voorbereiden op Duitsland. Ja, morgen die strijd tegen Duitsland. Natuurlijk een prachtig affiche. Wel een vervelende wedstrijd natuurlijk. Maar er valt wat te winnen. Wat neem je mee van die eerste wedstrijd tegen de Duitsers? Vooral de laatste twee wedstrijden tegen Duitsland die we gespeeld hebben, hebben we best wel goed gespeeld. Alleen hebben we het in het eerste kwart steeds weggegeven. Waardoor we moeilijk in die wedstrijd kwamen. Dus ik denk dat morgen gewoon alle remmen los moeten en gelijk die wedstrijd aanvliegen. En clichés van wie het graag wil. Er zit wel een kern van waarheid in morgen. En het wordt een kwestie van afdwingen en doen. Ja, hoe belangrijk is morgen de steun van het oranje publiek? Ja, heel belangrijk. Dat beetje steun en een extra zetje in de rug kunnen we zeker gebruiken. En daar hebben we ook zeker niet over te klagen gehad de afgelopen anderhalve week. Dus ik denk dat ze morgen ook weer in grote getale zullen zijn.